De buitenkant van het nieuwe schoolgebouw aan de Kastanjelaan in Leiden-Dorp is bijna klaar. Om dit heugelijke feit te vieren werd afgelopen dinsdag de laatste steen geplaatst. En deze eer werd toebedeeld aan de 5-jarige Sjaska Pauwels. Wat mocht jij nou net doen? De eerste steen leggen. En waarvoor mocht jij de eerste steen leggen? Voor wat voor gebouw? Wat voor gebouw zijn ze hier aan het maken? Voor de nieuwe school. Laatste steen gelegd bij de brede school. Bent u tevreden over het resultaat? Ja, ik ben heel erg tevreden. Ik vind dat de kwaliteit van het gebouw afstraalt, zeg maar. Als je ernaar kijkt, dan zie je direct. Nou, wat is uw indruk? Nieuwe school? Ik vind het een prachtig gebouw. Ik vind het vooral heel erg mooi passend in de buurt. De donkere bakstenen, de witte dakgoten, de witte dakoverstekken. Hij past er naadloos bij en ik vind het een gebouw wat de buurt ook wel nog mooier maakt dan die al is. Het is erg snel gegaan, want nog een half jaar geleden werd de eerste pauw hier geheid. En het staat er al bijna helemaal. Ja, dat zei ik ook in mijn inleidende woordje. Een half jaar geleden sloegen we de paal en nu staat het er inderdaad. Moet nog wel wat gebeuren, de binnenkant moet afgebouwd gaan worden. Maar ja, volgens mij staan die binnenwanden ook heel erg snel. En de bedoeling is dat wij half september helemaal klaar zijn met dit gebouw en de omgeving. Het is lekker snel gegaan. Het is fijn voor een directeur, denk ik. Nou, de bouw zelf is lekker vlot verlopen. Het proces ernaartoe is heel erg lang geweest, want het was al in 1998 waren de eerste plannen er al voor. Dus voor mij is het wel een heel heugelijk moment dat vandaag nu de laatste steen geplaatst is. Als de zomervakantie voorbij is, kinderen moeten weer naar school. Kunnen ze in deze prachtige nieuwe school plaatsnemen achter een schoolbankje? Nou, het is zo dat de kinderopvang die gaat er iets eerder in en misschien dat de school in Doesmeer nog moet beginnen. Want dat het niet helemaal met elkaar aansluit, maar dat is geen probleem. Als je naar een nieuw gebouw gaat, dan is dat mooi en prachtig en kijk je er naar uit. Tevreden wethouder? Tevreden wethouder, zeker, ja.